Dit is een bespreking van het eerste stukje van paragraaf 9 van boek 25. In het voorafgaande hebben we gezien dat Philomenus er een gewoonte van gemaakt heeft om 's nachts te gaan jagen en plunderen, zogenaamd dan. De Romeinse wachtposten die kijken er dus niet meer van op als die Philomenus zich op wonderlijke tijdstippen meldt bij de poorten van Tarente. En daarop heeft Hannibal gewacht. Hannibal is dan ook de hoofdpersoon van het eerste stukje. Wat doet hij? Hij movit, hij bewoog. Dus hij vertrok uit zijn legerkamp. En dat doet hij op het tijdstip dat Concubia Nocte heet. Concumbere betekent eigenlijk gaan liggen. Dat Concubia komt alleen maar in deze uitdrukking voor. Concubia Nocte, dat is het moment van de nacht waarop je gaat liggen. Dus het eerste stuk van de nacht. Dux, hij neemt ook een gids mee. Dat is Philomenus. Dat was Philomenus. Dus gids was Philomenus. Cum, met de ablatief is onere, met zijn last. Onere komt van onus, genitivus oneris, met zijn gebruikelijke last. Captae venationis, dat is een toelichting bij die last, van gevangen wild. Dus hij komt weer met zijn buit bij die poort aan. En ik heb al verteld dat die Romeinse bewaker daar natuurlijk helemaal niet van opkijkt meer inmiddels. Cateri Proditores, nieuwe hoofdpersoon hier, de overige verraders, die wachten af, verleden tijd, hè, die wachten steeds af, imperfectum geeft tijdsduur aan, die lagen te wachten, ea op die dingen, quae, ea quae, die dingen die, composita erant, die afgesproken waren. De volgende zin staat wat die afspraken dan zijn. Convenerat, afgesproken was, autem, verder. Inhoud van de afspraak staat in de zin met ut. Dat Philomenes, dat hij in Doekeret, dat hij naar binnen zou brengen. Leidend voorwerp armatos, dat hij gewapende mannen naar binnen zou brengen. Portula ad sueta, in de ablativus, door het gebruikelijke ad sueta poortje. Een porta is een poort en een portula is het verkleinwoord daarvan, is een poortje. En dan een PPA bij die Philomenes, naar binnen brengend zijn buit, zijn venatio. Partaalia aan de andere kant, de poort, de Temenites poort, dat is een andere poort van Tarente, dat daar naartoe zou gaan, die conjunctivus ad iret, die hangt nog steeds af van ut. Dus er waren twee dingen afgesproken. Dat Philomenes gewapende mannen naar binnen zou brengen via zijn gebruikelijke poortje. En dat via aan de andere kant Hannibal, die is het onderwerp hier, zou toegaan, zou benaderen de Porta Temenida, de Temenitis poort. Die is aan de andere kant. Die hoofdpersoon Hannibal hier, die staat op een rare plek. Maar dat is natuurlijk om het chiasme te bewerkstelligen. Philomenus. Portula ad sueta en Partaalia of Portam Temenida, Hannibal. Dus Livius maakt daar een chiasme van op die manier. Ea regio, dat hoort bij elkaar. Die streek, dat gebied is Mediterranea, betekent aan de kant van het land. Tarente ligt aan zee en die Temenitespoor die is dus aan de landkant. Dat gebied is aan de landkant, orientem spectans, kijkend naar letterlijk het oosten. Kijkend naar het oosten. Spectans is een PPA dat congrueert met regio. Busta, graven, grafmonumenten, die sluiten in nogal wat, de bedoeling is nogal wat, gebied, intramoenia. Met andere woorden, als je via die Temenitespoort naar binnen gaat, dan kom je niet zo snel midden in de nacht mensen tegen.